Ik ben zo ongelooflijk blij. Het is Boekenweek, tweestrijd en er is een nieuwe Arnon Grunberg. Dat wil zeggen, Slachters en Psychiaters is eigenlijk een verzameling van al zijn reportages. En ik ga een voorspelling doen. Het zal misschien nog even duren, maar ooit gaat deze man de Nobelprijs voor Literatuur winnen. Ik weet het zeker. Zullen we een weddenschap afsluiten? U en ik gaan een weddenschap afsluiten. Hij gaat de Nobelprijs winnen. Deze man staat midden in de maatschappij. Deze man is nergens bang voor. Weet u dat ik eigenlijk nog steeds zijn voetnoten mis? Iedere ochtend in de Volkskrant zijn voetnoten. Ik verslond ze. Ik ging erover nadenken. 'S Avonds dacht ik nog, wat bedoelde hij daar nou eigenlijk mee? Door hem ben ik films gaan zien, boeken gaan lezen. Deze man is werkelijk buiten categorie. Kom hem kopen, bij Broeze. We gaan het erover hebben. U en ik gaan het erover hebben. En of hij nou de Nobelprijs wint of niet, ik denk dat hij hem wint. Als u vindt van niet, kom naar Broeze. We gaan het erover hebben. Ik ben Treya van de bibliotheek. En omdat het Boekenweek is, geven we elke dag een boektip weg. Over tweestrijd, want dat is het thema van de Boekenweek. Vandaag heb ik gekozen voor De Kaalvreter van Machteld Siegman. De Kaalvreter gaat over Leien. Leien is 3 jaar... en wordt aan de hand van een vreemde meneer meegenomen naar een pleeggezin. Ze denkt eigenlijk in het begin, wat doe ik hier? En ze blijft wachten tot haar moeder terugkomt. Maar de moeder komt nooit meer terug. En ze wacht een week en een maand en een jaar. En uiteindelijk vindt ze het eigenlijk best wel gezellig in het pleeggezin. Maar het is altijd het gevoel van wachten. En als de oorlog voorbij is, want het speelt zich af in de Tweede Wereldoorlog, dan blijft ze wachten. Ze weet niet op wat of wie. Totdat ze Dirk ontmoet, een boerenzoon. Ze is 17 jaar en ze denkt, misschien heb ik hier altijd wel opgewacht. Ze trouwt met hem, krijgt 2 kinderen. En als haar pleegmoeder overlijdt, besluit ze terug te gaan naar daar waar zij opgegroeid is. Ze ontdekt een geheim en eigenlijk begint dan het grote zwijgen van Leien. Wat dit boek bijzonder maakt, want een zwijgzame vrouw valt eigenlijk niet zo heel veel over te vertellen, is dat het verhaal vanuit heel veel perspectieven geschreven wordt. Vanuit haar 2 zoons, vanuit haar man en vanuit Leien zelf. Ik vind het zelf een heel ontroerend boek en eigenlijk een van de beste boeken die ik de afgelopen jaren gelezen heb. Dat heeft ook te maken met dat de schrijfster op een hele bijzondere manier de worsteling en het een plek geven van het verleden vorm weet te geven. Een aanrader, ook als luisterboek en e-boek te leen bij de bibliotheek.